Dis op die tyd van die jaar waar ons allemaal plannen maak voor die vakantie wat voor lê. Chris Snyman van Le Franschhoek vertel vir ons, wat maak hierdie plek so speciaal? Chris, dankie dat jullie vir ons genooi het. Ach, is groot plezier, is lekker om jullie bij ons te hee. Jou passie en liefde voor die hotelindustrie, waar dit begin? Man, oorspronkelijk werk ik studeer voor een procureur. En toen gaan ik samen met een vriend van mij naar presentation toe. En daar bij die hotelschool. En toen vang het me niet. En ik het geswat en begin van bij ontvangst in hotel en mijn pad opgewerkt. Tot waar ik vandaag is. Ik weet dat Le Franschhoek een baie rijk geschiedenis heeft. Vertel eens een beetje daarvan. Man, die hotel is gebouwd in 1984. Dit was die Oos-Westfaal Excelsior. Baie van die studenten van Stellenbosch hulle het baie goed ken, want hulle het baie huisdanse en partijkies hier gehad. Dit is oorgedoen in 2003 en 2005 weer oopgemaak, as Le Franschhoek Hotel en Spa. En ons het laas jaar weer al ons kamers gerenoveer in die publieke areas. Die hotel is regtig prachtig op die oomblik. Die ondersteuning, is dit baie internationaal of plaaslik? Weet je, dit is nogal 50-50. So die helft van mijn cliënten is van Zuid-Afrika, baie van Johannesburg en Durban en dan van Kaapstad van Naweke. En dan die meeste van mijn oorseese toeristen is van Engeland, Duitsland en een beetje van Amerika op die oomblik. Wat maakt Le Franschhoek so speciaal? Kijk, ik denk een van ons groot verkooppunte is ons locatie, of waar ons geleë is, hier so aan die kant van die berg. So dit is een beetje uit die dorp uit, maar dit is privaat en jy het prachtige uitsigte oor die vallei. Maar die hotel, Le Franschhoek, ons is die vlagschip van Dream Hotels en Resorts, wat een familiebezigheid is in Zuid-Afrika. So, ons is baie groot op ons cliënten, ons is baie groot op ons cliënten te leer ken as individue, en ons probeer hulle verblijf elke keer vir hulle maak, so perfect na hulle smaak as moontlik. Dis kom ons so groot variëteit het van goeders om te doen. Maar omdat het in Franschhoek is, is daar so baie van mense om te doen in die area ook. En ons moedig het aan. Ons wil nie hê hulle moet net by die hotel bly of op die resort bly op die einde van die dag. Ons wil hê hulle moet in die dorp gaan en dit ondervind. Julle het 3 restaurante. Waarom? Omdat Franschhoek die culinary kapitaal van Zuid-Afrika is, probeer ons 'n verskeidenheid van eet lokale vir ons kliënte gee. Ons het 3 jaar, maar ons gaan 4 dienen ook oopmaak. Ons is bezig om deur al ons concepte te gaan. So daar is baie interessante dinge wat op die kaarte is vir die volgende paar maande. So van December af sal al ons restaurante oopmaak in hulle nuwe kapasiteite. So ons sien baie uit daarna. Het elke restaurant sy eie identiteit? Kyk, ons het eie identiteit en ons is bezig om hulle te hernie. So van die bistro, baie gemakkelike restaurant, atmosfeer en gevoel en kos, gaan ons tot by jou fine dining op die einde van die dag. En dit sal in hierdie restaurant wees waar ons nou is, wat is ook een nieuwe naam voor op die oomblik skep. Alhoewel jy buiten die vallei woon, wat maak dit nog steeds so speciaal vir jou? Ek weet, die vallei is verskriklik speciaal. En vat my dieselfde tyd as die Kaap toe se gery het. Maar gereeld stop ek nog langs die pad en neem 'n foto van die wingerde of die berge. Maar soos vanoggend kom ek in en soos die mense hier uitkyk oor die berge, die wolke oor het gekom, soos oor Tafelberg, en dit is prachtig. So elke dag is iets anders, en jy kry tyd om te ontspan as jy huis te ry. Chris, dit was baie lekker om saam met julle te kon kuier. Ach, baie dankie, kom kuier graag weer.